Concentreer je en hou diep adem. Zet hem op. Gewoon rechtdoor rijden. Zei dat heb ik ook, maar er stond dus helemaal niets over dit soort stresssituaties in het lelijke eentje. Niet boeken voor baby's, boeken over baby's. Hou op met dat geschreeuw. Probeer jij nou maar die baby nog even niet te krijgen? Dat doe je toch elke dag? Ik vraag alleen maar om een beetje medewerking. Maar ik sterf het af van de pijn. Nou, zie je wel. Ga maar even lekker liggen, hoor. Ik kan gewoon niet wachten tot ons zusje er is. Nee, ik ook niet. Ook een stuk echter als we weer eens prinsesje spelen. Met een zusje leer je ook beter te luisteren. Natuurlijk. En met een zusje leer je ook beter te luisteren. Daarnaast kunnen we haar mooi beschermen tegen pestkoppen. Je smerig klein! Of misschien ook niet. En ze krijgt natuurlijk vriendinnen en daar kunnen wij dan later mee trouwen. Nee! Nou, dat denk ik niet. Die zijn natuurlijk veel te jong voor ons. Maar als we ze goed opvoeden, kunnen ze ons helpen als we bejaard zijn. Nou, weet je, ik kan echt niet wachten tot ze er is. Ze komt eraan! Ik bedoel, ik kan heus wel wachten. Gewoon, schatje, we zijn er bijna. Alleen nog parkeren. Tijd! Oké, dan neem ik de drive-thru. Er is geen drive-thru in een ziekenhuis! Gefeliciteerd. Nou, nu dus wel. Jongens, hier is dan jullie nieuwe zusje. Anaïs! Oh, kijk naar toch. Ze is zo zoet dat al mijn tanden eruit vallen. Zeg, ik geloof dat jij behoorlijk wat nattigheid voelt. Nee, dat is mijn hart. Dat smelt. En hier zien we de bijzondere eerste seconde uit het leven van een reuzenadelaar. Maar wie zou verwachten dat zo'n lief klein kuikentje een geboren moordenaar is? En is dit moederliefde? Zo te zien is dat hier totaal aan de orde. Nee, natuurlijk heeft Anaïs ons niet expres uit de auto geduwd. Weet je waarom niet? Omdat alle baby's onschuldig worden geboren. En als je dacht dat alle baby's onschuldig geboren worden, kijk dan eens naar deze babyhaaien die elkaar opvreten nog voor ze geboren zijn. Hey, misschien deed ze het wel, maar omdat ze bang was. Want wat doen mensen allemaal als ze bang zijn? Doe eens een beetje normaal! Je doet nu echt hysterisch! Ik bedoel, wat zouden geestelijk stabiele mensen doen als ze bang zijn? Laten zien dat we van haar houden. Ik hou van je en waardeer je vriendschap zijn! Dat is beter. Kijk, blije baby! Hey Anaïs. Wat ben je daar aan het tekenen? Oh, wat mooi zeg. Is dat mami? En dat meneer pap? En waar zijn wij? Oh, zijn wij die bloemen? Oh, oké. Spelletje doen? Heb je daar zin in? Wie heeft mij opgeroepen op deze Halloween-nacht? Oh, grote Halloween-geest. U moet iets voor me doen. Mijn vrienden vinden Halloween niet meer leuk. Halloween niet meer leuk? Wat bedoel je daarmee? Ze zeggen dat het niet meer griezelig is, omdat ze te oud zijn. Te oud, zeggen zij? Er valt niet te spotten met mij. Mijn spoken en geesten zullen dwalen naar tieren en laten jouw vrienden huilen naar tieren! Ja! Zijn we plotseling overal bang voor? Ah, we zijn weer kinderen! Wow, je hebt ze veranderd in kinderen? Jij zei dat ze te oud waren! Dat bedoelde ik niet. Wow, Rafe, waarom ben jij zo groot? Waarom zijn wij zo klein? En waarom ben ik zo schattig? En ik heb in mijn broek geplast! Wat was dat? Monsters! Laat ze niet binnen! Laat ze niet binnen! Code rood! Ik hou! Code rood! Alles vergrendelen! Nu, nu, nu! Ah! Jongens, dat zijn kinderen die een snoepje willen. Griezelig, hè? Ja, dat was op het nippertje. Oeh.
Wat heerlijk om weer vrij te zijn. Ja, tijd voor bangmakerij en gein. Ja. Ja. Wie was dat? En waarom ben ik zo schattig? Dat was de Halloweengeest die kwaad werd toen ik zei dat jullie te oud waren voor Halloween. Dus heeft hij jullie in kinderen veranderd of zoiets. De Hallo-wattes? De Halloweengeest. Luister. Sinds het begin der tijden terroriseert de Halloweengeest de wereld, brengt hij nachtmerries tot leven en voedt hij zichzelf met de angsten van alle kinderen. Naarmate hun gekrijs harder werd, nam zijn macht toe. Uiteindelijk werden de mensen het beu. Tijdens volle maan op Allerheiligenavond overwonnen ze hun angst en verdreven ze de Halloweengeest. Vanwege hun overwinning is onze Halloween-traditie ontstaan. We kunnen hem weer verbannen, maar we moeten dat doen voordat de volle maan opkomt. Anders blijven jullie voor altijd kinderen. Wat moeten we doen? We vechten. Om de Halloweengeest te verbannen hebben we een paar dingen nodig. Nodig. Pompoenen, kostuums, snoep. Pompoen, lantaarn. Trick or treat. Snoepkracht. We gaan ervoor. Jongens, ik weet dat het eng is, maar daar gaat het met Halloween om. Je angst overwinnen om dat te krijgen wat je het liefste wilt. Wat is dat dan? Snoepjes. En heel veel. Snoepjes? Schiet op, paarse beer. Ik ben een prachtige Pegasus. Het is tijd voor trick or treat. Nu heb je de kans om je honger te stillen, panda. Dag, baby. Bedankt voor niets. Wat? Uit de weg, baby. Ik heb een missie, weet je. Baby, we bewegen. Ik heb jullie ontbijt klaar. Jongetje, zet het daar maar neer. Ja, binnen. Zo gaat het hier. Jullie letten wel goed op de weg, hoop ik, hè? Ja, mevrouw. Hier zijn de pannenkoeken. Oh, pannenkoeken. Wacht, ik heb lekkere ahornsiroop in mijn tas. Dat maakt die pannenkoeken nog lekkerder. Ik ben zo terug. Wacht op mij. Oh, iedere keer als ik die film zie, wordt die beter. Ik ben zo blij dat ze hem de hele vlucht herhalen. Pas op, of ik gooi die haai naar je. Je weet wat ik kan doen. Pieuw! Hé, joh. Doe even rustig en eet je pannenkoeken op. Oké, maar even serieus. Dat was de beste vechtscène op een vliegtuig die ik ooit heb gezien. Hoe hoog vlogen jullie wel niet? Hoger dan nu? Eens even kijken. Wow, we zitten echt hoog. Moet je kijken. We zitten te hoog. Ik had niet moeten gaan vliegen. Meneer Eagle, gaat het wel? Is alles hier in orde? Ik deed alleen maar het raampje open en hij ging door het lint. Hoe kan dat nou? Rustig maar. Hij heeft gewoon een paniekaanval. Je vriend heeft waarschijnlijk wat vliegangst. Meneer, blijft u vooral rustig ademen. Is hij bang? Meneer, alstublieft. Rustig aan, hè? Volgens mij is daar iets aan de hand. Ik ga even kijken. Meneer, u maakt de andere passagiers bang. Oké, baby. Blijf hier en hou je stil. Hup, pannenkoeken. Nee. Kom mee, baby. We moeten hier snel weg. Baby, waar ben je nou toch? Kom direct naar beneden. Wat heeft Harris toch lang werk? Ik kan alvast wel een klein hapje nemen, toch? Dat merkt hij toch niet. Alsjeblieft, meneer, rustig. We storten meneer, alsjeblieft. Kom naar beneden, baby. Rustig nou, alles komt goed, echt waar. Wat? Kom terug, baby.
jou. Ik wil alleen zijn. Huh? Laat me erin. Begin niet met eten zonder mij. Gezagvoerder, kleintje, maak die deur open. Hé, en trouwens, moeten we niet bijna gaan landen? Alarm, alarm. Ingrijpen piloot noodzakelijk. Verliezen snel hoogte. Meneer, wilt u alstublieft naar beneden komen? Zo, dit is niet hoe een actieheld zich gedraagt. Maakt me niet uit. Ik blijf hier zitten. Laat me nou maar. Baby, kom. Werk nou even mee. Doe nou, baby. Ik heb je, baby. Nu is het genoeg geweest. Ga terug naar uw stoel. Oké, luister, Todd. Een actieheld kent geen angst, toch? Juist. Nou dan, je kunt deze angst dus overwinnen. Oké, baby, nu is het genoeg. Wat? Baby? Baby, nee! Maar wat als het me niet lukt? Wat als ik nou voor altijd bang blijf? Onzin, je bent Todd, de grote eagle. Ik weet dat je alles kan. Wees flink, Todd. Je gaat niets uit de weg. Steve, vind jij ook dat vliegtuig raar doet? Ah, komt wel goed, joh. Nou, wat zeg je ervan, Todd? Kom, we gaan er nu met z'n twee op af. Want uiteindelijk hoef je geen actieheld te zijn om dapper te zijn. Ja, ik ben weer terug, liefje. Todd, kijk, we zijn er! Baby, is alles goed?